Hallo allemaal, Jordi hier. Nou, zoals jullie weten kunnen we nu niet zomaar de deur uit. Maar er zijn genoeg dingen die je wel kan doen, ook thuis. En hiervoor heb ik een trucje voor jullie die ik nu ga laten zien. En die kunnen jullie mooi gaan oefenen met papa, mama, broertje of zusje. En dan kom je in deze periode ook wel doorheen. Let's go! Jordan, kom! Pak de bal! Dat was een schaar, hè? Jordan, nog een keer. Kom. Hey. Hallo allemaal. Oké, ik heb voor jullie een oefening verzonnen. Ik zal hem zo voordoen en ik hoop dat jullie het thuis kunnen doen. Je moet even kijken hoe vaak je hem wil doen. Ik heb hem net bijvoorbeeld 10 keer gedaan en dan doe ik hem 3 keer achter elkaar. Maar het gaat als volgt. Je begint met een sprong. Je gaat eerst naar beneden. Maak een sprong. Je landt voorover. Je drukt 1 keer op, je zwemt weer bij en je springt. En dat is de oefening die je moet doen. Nou, ik hoop dat jullie dit thuis allemaal gaan oefenen en probeer het zo vaak mogelijk te doen. Oranje. Wit. Wit. Geel. Geel. Blauw. Geel. Blauw. Oranje. En even rust. Hallo allemaal, Ted hier. Ik heb ook een leuke opdracht voor jullie, want vandaag gaan we koppen. Wat we gaan doen, we hebben de bal in de handen, we gaan hem opgooien, 1 keer koppen en je vangt hem weer, dus op deze manier, koppen, vangen. Vervolgens doen we dus hetzelfde, alleen gaan we nu 2 keer koppen. 1, 2, en zo gaan we steeds door, dus 3, 4, 5, en kijk hoe ver je kan komen. Ik ben heel benieuwd welk aantal jullie gaan halen, laat maar weten. Succes! Koppen! Hey! Doei allemaal!